Heroïne speciaal geproduceerd voor drugsverslaafden. Het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis zou er forse winst mee hebben gemaakt. En zou het buiten de boeken hebben gehouden. Verder in het nieuws vandaag. Europa wil minder migranten uit Afrika, maar gaat dat lukken? En een record aantal toeschouwers bij Champions League voetbal voor vrouwen. Goedenavond. Legaal heroïne maken en dat dan verkopen tegen hoge prijzen. Een dochterbedrijf van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam doet het al jaren en verdient er miljoenen mee. Het produceren van heroïne bedoeld voor drugsverslaafden. Het geld, de winst, tot nu toe zo'n 7,5 miljoen euro, komt bij het ziekenhuis terecht en bij een speciale BV. In de boekhouding van het ziekenhuis was tot 2013 niks terug te vinden van deze opmerkelijke constructie. Heroïne verstrekken aan verslaafden begon in 2005. Toen ontdekte men dat een beperkte groep langverslaafden beter te helpen is met een combinatie van methadon en heroïne. 750 verslaafden krijgen daarom deze medicinale drugs. Een dochterbedrijf van het Slotervaartziekenhuis kreeg de opdracht om het te maken. Het is aanbesteed door het ministerie van Volksgezondheid. Het is dus eigenlijk een soort legaal monopolie op de productie van heroïne. Alleen er wordt daar een bedrag mee verdiend wat eigenlijk nog een hogere winstmarge is dan wat Apple op zijn iPhones of iPads maakt. Hoeveel is dat bedrag? Meer dan 30% op de aanbestedingsopdracht. En dan kom je uit op 1 miljoen euro per jaar. Journalisten van het Parool en NRC stuiten op deze bedragen bij het schrijven van een boek over het ziekenhuis. Ze kwamen erachter dat de winst gaat naar een speciale BV en niet terug te vinden is in de boeken. Daarnaast heeft deze vennootschap ook wel eens winst uitgekeerd aan een andere vennootschap waar privébetrokkenen bij betrokken waren. De vraag is of dat mocht, of dat kan. Want ziekenhuizen mogen officieel helemaal geen winst uitkeren aan bestuurders. Het ministerie heeft de prijs die het betaalt voor de productie van de heroïne al in 2013 verlaagd vanwege de hoge winst. Maar nog altijd verdient het ziekenhuis dus flink aan de drugs. Edwin van den Berg is in Amsterdam bij dat Slotervaartziekenhuis. Wat is de reactie, Edwin, van dat ziekenhuis? Het Slotervaartziekenhuis ontkent dat er ooit winst is verzwegen of bewust is verdoezeld en dat de opbrengst van het project juist is gebruikt voor onderzoek en voor betere zorg. En dat in de jaarrekening van 2013 bijvoorbeeld het project ook staat genoemd. Een dochterbedrijf dat speciaal hiervoor is opgericht. En dat klopt ook, maar het staat er wel heel impliciet in, heel bedekte termen. En het Slotervaartziekenhuis zegt dat dat bewust is gedaan om te voorkomen dat als in brede kring bekend wordt dat hier heroïne wordt gemaakt, dat dat crimineel gedrag uitlokt, zoals een inbraak. Ja, maar dan hebben we bij de NOS ook die stukken bekeken en in de stukken van voor 2013 is er helemaal niks in te vinden. Klopt, in alle andere jaarrekeningen die we vandaag hebben ingezien, vanaf 2005, toen het project begon, staat dat dochterbedrijf en de financiële verantwoording ervan niet vermeld. En als je verder kijkt, wat dan opvalt, is dat als in 2010 op het ministerie van Volksgezondheid de indruk ook ontstaat dat er veel geld naar dit project gaat, dat dat weliswaar leidt uiteindelijk tot een fikse verlaging van die 3 miljoen met bijna een kwart. Maar het bedrag dat resteert voor alle productiekosten is blijkbaar nog ruim voldoende, want de netto winst hier blijft hetzelfde bedrag, jaarlijks 1 miljoen euro. Veel vragen dus, waar de Tweede Kamer snel een antwoord op wil. Voorzitter, zo net kwam het nieuws naar buiten dat het Slotervaartziekenhuis jarenlang miljoenen winst heeft gemaakt op de productie van heroïne. En dat is ronduit bizar. Een ziekenhuis mag niet eens winst maken en dan ook nog een winstuitkering doen. Dat is tegen de wet. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat zorggeld wordt besteed aan zorg. En in dit geval ook nog eens van hele zieke mensen. En niet in de bestuurderszakken van mensen die daar geld aan verdienen. Dat is zeer onwenselijk. Dus de minister heeft wat uit te leggen. Ik wil heel graag weten wat er precies aan de hand is geweest. Welke afspraken gemaakt zijn. En vooral, wat heeft het ministerie gedaan op het moment dat men wist dat er winst werd uitgekeerd. En daarom wil ik ook een debat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Waarin zij tot in het detail gaat uitleggen hoe dit in elkaar steekt, wat er gebeurd is en op welke manier het ministerie wel of niet ervoor heeft gezorgd dat dit niet langer kan gebeuren.
verbazing en verontwaardiging in de Tweede Kamer dus. Zowel coalitie als oppositiepartijen willen snel een antwoord van minister Schippers. Maar dat duurt nog even, want haar woordvoerder laat vandaag weten dat zij eerst duidelijk wil hebben hoe het precies zit, hoe het de afgelopen jaren is gegaan. En dan komt ze met antwoorden. Oké, Edwin, dankjewel. Ja, opnieuw praat Europa over het vluchtelingenvraagstuk, nu op het Middellandse Zee-eiland Malta. Dat doen ze deze keer niet alleen met elkaar, maar ook met 35 Afrikaanse landen. De EU wil miljarden in Afrika investeren om de oorzaken van de migratie aan te pakken, zoals armoede, werkloosheid en een gebrek aan perspectief. Met uiteindelijk als doel zorgen dat deze mensen niet naar Europa komen. Een kleurrijk gezelschap van meer dan 60 staatshoofden en regeringsleiders kreeg een plechtig welkom. Maar zelfs de onthulling van een monument dat de innige banden tussen Afrika en Europa moet symboliseren. Maar uiteindelijk draait het om geld. De EU zegt dat ze miljarden euro's hulp willen geven als de Afrikaanse landen de vluchtelingen tegenhouden. Je moet zorgen dat in Europa de dingen beter gaan lopen, herverdelen. Dat het in Nederland goed loopt. Maar ook dat je internationaal ervoor zorgt dat die stroom naar Europa, of dat nou via Turkije gaat of vandaag en morgen via Afrika, dat je die in weet te dammen. Dat je ervoor weet te zorgen dat je mensen kunt terugsturen als ze niet mogen blijven. Dat er perspectief is voor jongeren. En dat mensen, in andere woorden, ook in de landen zelf goed kunnen worden opgevangen. Ik praat erover met correspondent Kees Broeren in Kenia en met Arjan Noorlander, onze Europa-correspondent op Malta vanwege die top. Eerst jij, Arjan. Wat ligt er nou concreet op tafel vanuit de EU gezien? Concreet is het toch vooral proberen elkaar echt serieus te nemen. Dat willen ze hier uitstralen, de EU. Dat ze de Afrikaanse landen serieus nemen. Dat ze willen helpen bij het ontwikkelen van de economie. Dat ze willen helpen bij het ontwikkelen van de democratie in Europa op een gelijkwaardige voet. Zodat, en dat is natuurlijk uiteindelijk het belang van Europa, de migratie uit Afrika wat ophoudt. Want Europa heeft, dat weten we het inmiddels, een enorm immigratieprobleem. Daar praten ze op dit moment over om te voorkomen dat ook Afrika de komende jaren een van die grote migratieroutes richting Europa blijft. Er zijn twee routes naar Europa. Mensen die het oorlogsgeweld in Syrië, Irak en Afghanistan ontvluchten, nemen meestal de route via Turkije en de Balkan. Migranten uit Afrika, uit landen als Eritrea, Nigeria en Soedan, gaan meestal via Libië naar het Italiaanse eilandje Lampedusa of naar Sicilië. Voor een deel zijn dat economische vluchtelingen die armoede en werkloosheid ontvluchten. Aan tafel in Malta zitten leiders van de 28 EU-landen en van 35 Afrikaanse landen. Europa wil dat geweigerde vluchtelingen snel weer teruggestuurd kunnen worden naar hun land van herkomst. Ook moet de mensensmokkel effectiever worden aangepakt. Afrikaanse landen willen dat het makkelijker wordt voor Afrikanen om in Europa te studeren. En ook willen ze financiële hulp om hun burgers een betere toekomst in eigen land te kunnen bieden. Ja, Arjan, maar hoe dan ook, het gaat de EU dus geld kosten. Zijn de EU-landen het daar zelf onderling eigenlijk over eens? Nee, totaal niet. Volgens Brussel, volgens de Europese Commissie, hebben de Europese landen toegezegd om 1,8 miljard euro op tafel te leggen als smeermiddel om zaken te kunnen doen met Afrika. Maar voor de top, op dit moment, hebben ze alles bij elkaar net 70 miljoen bij elkaar weten te leggen. Tot frustratie ook van veel Afrikaanse leiders die hier zijn, die zich niet serieus genomen voelen. En nou net op het moment dat Europa juist wil uitstralen dat ze Afrika als serieuze partner ook echt serieus willen nemen. Het gaat dus allemaal heel traag en het zal nog heel erg lang duren voordat wat Europa graag van Afrika wil ook werkelijk tot stand komt. Oké, Arjan. En dan door naar jouw case in Kenia. Afrikaanse landen zijn helemaal niet zo scheutig om in te stemmen met die plannen. Waarom eigenlijk niet? Afrika heeft eenvoudigweg heel veel belang bij migratie. Neem bijvoorbeeld iemand die tijdelijk legaal kan migreren om bijvoorbeeld stage te lopen of een opleiding af te maken in Europa. Dan komt zo iemand dus beter opgeleid terug en kan die bijdragen aan de ontwikkeling van zijn of haar eigen land.
Maar neem bijvoorbeeld ook de kansloze jongeren. En dat zijn er helaas heel erg veel in Afrika. De jongeren zonder perspectief op werk. Als die willen vertrekken, zijn ze ook voor hun overheden geen kopzorgen meer. En overheden hebben nou eenmaal heel veel problemen om banen te vinden voor die talloze jongeren die Afrika kent. En dan, en dat is denk ik de belangrijkste reden, heb je de kwestie van de zogeheten remittances. Dat is het geld dat migranten terugsturen naar hun families in de thuislanden. En dat gaat om enorme bedragen. In heel veel landen van Afrika is dat bedrag hoger dan wat zo'n land ontvangt aan bijvoorbeeld ontwikkelingshulp. Dus die economische betekenis van migratie is heel groot. En dat is mijn vaste overtuiging, wil Afrika ook zo houden. Ja, kortom, als het iets gaat worden met die plannen, hè, wat gaat er gebeuren met dat Europese geld? Wat gaat er gebeuren met die plannen, denk je? Nou, dat is inderdaad zeer de vraag. Want neem bijvoorbeeld de mensensmokkel. In het filmpje werd daar aan gerefereerd. Ja, dat wil men dus indammen. Maar dat lijkt toch een beetje op de groenteboer die te horen krijgt dat hij geen sla en geen worteltjes meer mag verkopen. Ik bedoel, er zijn te veel overheidsdienaren in Afrikaanse landen die baat hebben bij die mensensmokkel, die daarbij betrokken zijn. Denk aan politie, denk aan grensambtenaren, denk aan migratieambtenaren. En die willen daar zeker niet van af. En bovendien, het gaat dus om enorme bedragen, althans dat hoopt men dan voor elkaar te krijgen op Malta, die richting Afrika komen. En dan is een vraag die volgens mij op Malta te weinig wordt gesteld. Hoe gaat dat geld goed worden besteed? Want Europa heeft natuurlijk veel ervaring met bedragen die zijn overgemaakt aan Afrika. En waarvan uiteindelijk toch maar heel weinig bij het project zelf terecht is gekomen. En heel veel in verkeerde, in corrupte zakken terecht is gekomen. En daar denk ik moeten Afrika en Europa ook morgen nog stevig over praten. Oké. Kees, dankjewel. In Nieuwsuur vanavond een gesprek met minister Koenders van Buitenlandse Zaken vanaf Malta. En dan in Nederland. In Leiden bleven scholen bijvoorbeeld dicht na een dreigtweet. Of in Amsterdam een jongen doodgestoken op school. Zomaar een greep uit crisissituaties op middelbare scholen. Scholen moeten daar eigenlijk op voorbereid zijn. Maar in de praktijk zijn ze dat heel vaak niet. Het begon met een tweet aan de school. Ik ga Bogerman in Sneek in brand steken en iedereen overhoop knallen. Ik wil niet meer leven. Fuck dit leven. Als het zo moet, gaat iedereen mee. Nou, ik schrok. De toon was dusdanig en ook wat warrig geformuleerd. En ik denk van ja, het kan wel een heel echte situatie zijn. Dan hebben we nu een reële bedreiging. Wat doe je als school in zo'n situatie? De rector van het Bogerman belt de politie. Die rukt uit met tientallen agenten en de school wordt landelijk nieuws. Had u een crisisplan liggen? Nee, we hadden toen geen crisisplan of crisiscommunicatieplan of wat dan ook. Dat geldt voor veel scholen, zegt hij. En hij geeft die scholen vandaag advies hoe je voor te bereiden op een crisis. Moet u denken aan radicaliseringsvraagstukken, cybercrime, pestgedrag via internet, alcohol- en drugsproblematiek, fraudezaken, integriteitskwesties. En niet in de laatste plaats, wat we in het buitenland heel veel zien, schietincidenten op scholen. Ik denk dat ze na moeten denken over de risico's die op ze afkomen, dus een goede risicoanalyse maken. Een visie op crisisbeheersing ontwikkelen, dat het op de agenda komt van het bestuur. En dan verder goede crisisplannen maken en echt ook voldoende aandacht besteden aan opleiden, trainen en oefenen. Op de school in Sneek hebben ze inmiddels zo'n plan. In het plan staat veel over met wie je communiceert op welk moment en ook langs welke weg. En dat bijvoorbeeld interne partijen, leerlingen, docenten, ouders belangrijker zijn dan de landelijke media die hier ook op het plein stonden. Er staat ook het nodige in over hoe je evalueert en hoe je weer probeert te leren van die situatie. En het blijft in Sneek niet alleen bij plannen op papier. We hebben recent samengewerkt met de politie hier. Die wilden heel graag oefenen in dit gebouw. Het is een gemakkelijk toegankelijk openbaar gebouw. En ze wilden oefenen op een gewelddadige situatie hier. Dat hebben ze ook gedaan. In dit geval nog met figuranten. Maar dat gaan we in de toekomst eigenlijk ook gewoon met onze eigen leerlingen doen. Terwijl de school draait. Althans, dat is het plan. En de dreigtweet trouwens. Dat bleek een grap van twee leerlingen. En die kregen een taakstraf. Staatssecretaris Wiebes van Financiën is nog steeds op zoek naar voldoende steun voor zijn plan om de belastingen te verlagen. Christelijke oppositiepartijen, CDA, ChristenUnie en SGP hebben zich inmiddels verenigd en zouden in het debat vanavond een oplossing kunnen bieden. Voor het debat was Wiebes optimistisch over de afloop. U heeft vertrouwen, zegt u. Waar baseert u dat op? Is er overleg geweest vooraf? Nou, ik ben van nature een optimist en in dit geval gaat het ook over 5 miljard lastenverlichting. De politie heeft zo'n 70 tips ontvangen over het beschijnen van landende vliegtuigen op Schiphol met een laserpen.
Dat gebeurt vanuit de omgeving van Hoofddorp. Gisteren besteedde Opsporing Verzocht er aandacht aan. De laser kan gevaarlijke situaties veroorzaken bij het landen. 1 op de 3 Nederlanders krijgt diabetes, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam. Overgewicht is een duidelijke risicofactor, maar ook mensen met een gezond gewicht lopen risico. Volgens de onderzoekers kan diabetes op jonge leeftijd worden voorkomen, bijvoorbeeld door gezonde voeding en door veel bewegen. En wie voelt zich verantwoordelijk voor de zorg voor mensen met autisme? Tot nu toe was het de Rijksoverheid die dat deed. Maar alle veranderingen in de zorg is daar nu ook een einde aan gekomen. Gemeenten en verzekeraars, daar moet je nu zijn als je hulp wil krijgen voor mensen met autisme. Volgens belangenorganisaties gaat dat helemaal fout. Autisme vraagt vaak specifieke zorg. In het geval van de 15-jarige Tim is dat 2 keer per maand logeren in het Dr. Leo Kannerhuis. Een behandeladres voor jongeren met autisme. Ze laten ze eigenlijk gewoon een tweede huis. Enkel dan met veel meer activiteiten. En begeleiding. En met regels. Maar de instelling moet noodgedwongen de logeerhuizen sluiten. Wij hebben onvoldoende middelen in deze hele decentralisatie om deze voorzieningen voor te zetten. Wij kunnen gewoon het personeel niet meer betalen, daar komt het op neer. Volgens hulporganisaties ontbreekt het bij gemeenten niet alleen aan geld, maar vooral aan kennis over hoe de zorg het beste ingekocht kan worden. Onze grootste zorg is dat de druk op de ouders toeneemt, dat de druk op de gezinnen toeneemt en dat er toenemend problemen ook binnen die gezinnen zijn die nu al zich enorm moeten inspannen om zichzelf staande te houden. Voor ons is het dramatisch. Als je een kind hebt, wil je het beste daarvoor hebben. Wij hadden het beste en we raken het kwijt. Sorry. Te verdrietig. De gemeente Boxmeer erkent het probleem, maar zegt dat door de bezuinigingen moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Volgende week is er een debat in de Tweede Kamer over de jeugdzorg. En de voetbalwereld kijkt op dit moment naar Enschede. In de Grolsvesten spelen de vrouwen van FC Twente tegen Barcelona. Het is de eerste wedstrijd in de 8e finale van de Champions League. En Twente is zowaar licht favoriet. Donkere tijden voor het Nederlandse mannenvoetbal op internationaal terrein. En voor het Twentse mannenvoetbal op alle terreinen. Maar het is een lichtpunt. Het Twentse vrouwenvoetbal. In de vorige ronde wonnen ze al van Bayern München, de titelfavoriet. De verwachtingen zijn daarom hoog gespannen, want de tegenstander van vanavond is veel zwakker. Welkom in de hulp. Welkom in de hulp. Welkom in de hulp van Enschede. Ik denk wel dat Twente gaat winnen. 3-0. 3-1 van Twente, gok ik. Op dit moment zijn we toch allemaal echt gewoon trots op de vrouwen. Meer dan op de mannen? Nou, nu wel. Ik denk paniekvoetbal. Want? Want de vrouwen zijn slecht. Maar ja, je bent toch maar hier, hè? Ja. Er is duidelijk ander publiek dan bij de mannenwedstrijden. Een andere sfeer ook. Ik denk dat dit beter is. Dat dit gezelliger is. Geloof het wel, want er zijn veel kinderen, dus altijd leuk. Komt dat? Nou, wij zijn met het hele voetbalteam van mijn dochter, dus die gaan met z'n allen samen. Nou, mijn kleindochter die voetbalt ook en die kon een kaarten kopen. Ik zei, nou, dat wil opa en oma ook wel mee. Nooit eerder zijn er in Nederland zoveel kaartjes verkocht voor een vrouwenvoetbalwedstrijd. 15.000. Daarmee staat Twente in elk geval aan de Europese top. En de samenvatting van de wedstrijd kunt u vanavond zien in Nieuwsuur. 3D-printers, er wordt van alles al meegemaakt. Maar onderzoekers in Leiden en Rotterdam zijn met iets heel bijzonders bezig. Ze ontwikkelen een 3D-printer die zo klein is dat ze er in de baarmoeder een open rug mee kunnen dichtmaken. Het is nog niet zover, maar de onderzoekers zijn enthousiast. In de baarmoeder opereren, dat gebeurt al. In de baarmoeder printen, dat is de volgende stap. Uitdaging, een printerkop ontwikkelen van maar 2 tot 3 mm groot. Dit gaan we aanpassen, zodat we daarmee 3D kunnen printen in de baarmoeder. Dit brengt u in de baarmoeder en daarmee het printertje? Ja, de kop van dit instrument, hier zit een cameraatje al in en 2 zijkanaaltjes. En hiermee willen we het printen bewerkstelligen in de baarmoeder zelf. Als een open rug al in de baarmoeder wordt dichtgemaakt, kan het zenuwstelsel niet meer worden beschadigd door het vruchtwater. Het hangt een beetje vanaf waar de opening in de rug precies zit. Maar heel vaak is het lopen niet mogelijk en de controle over
blaas en darmen niet. En ook seksuele organen vallen daaronder. Dat alles bij elkaar maakt het echt een heel ernstige aandoening. Een open rug is nu een van de meest voorkomende redenen voor ouders om een zwangerschap af te breken. Dat is straks misschien niet meer nodig. Toch is het waarschijnlijk niet voor alles een uitkomst. De open rug die hoger in de rug voorkomt, dus ik noem maar wat tussen de schouderbladen of in de nek, daarvan weten we niet zeker of de open rug alleen het probleem is, of dat het rugmerg, wat de armen en benen beïnvloedt dan, of dat ook afwijkend is. En dan kan je de rug wel sluiten, maar als dan dat rugmerg afwijkend is, heb je nog steeds een kind dat de armen en benen niet kan bewegen. Binnen 5 jaar hopen ze hier de eerste baby te kunnen helpen. In de winter is het een van de populairste bestemmingen voor Russische toeristen. Egypte. Zee, fijne temperatuur, lekker goedkoop. Maar nu is ook Egypte onbereikbaar geworden, omdat vluchten daar naartoe om veiligheidsredenen verboden zijn. Tienduizenden toeristen moeten op zoek naar iets anders. En voor de Russische reiswereld is het een zware klap. Het is grijs, somber en koud in Moskou. En dat duurt nog wel een maand of 5. Precies het seizoen dat Russen er graag tussenuit knijpen voor een zonvakantie. In Egypte bijvoorbeeld. Для россиян считаю это самое удобное место, особенно зимой для отдыха. Сама собиралась туда в конце ноября и вот не повезло. Populair of niet, voorlopig is het afgelopen. De Russische regering heeft uit veiligheidsoverwegingen alle vluchten naar Egypte verboden en dat merken ze bij Natalie Tours. Как только запрет был введен, мы естественно остановили продажи, и продаж за последние несколько дней нет. Natalie Tours heeft Egypte nog maar kort in het assortiment en zit nu al met de gebakken peren. 5000 klanten hadden ze er toen de Airbus neerstortte. Het callcenter heeft er een dagtak aan die terug te krijgen. Er dreigt een financiële strop van 2,5 miljoen euro. Мы согласны с тем, что состояние вопроса с безопасностью было не на высоком уровне. И в данной ситуации нам ничего другого не остается, как принять это решение. Het is niet voor het eerst dat vliegen naar Egypte verboden is. Dat gebeurde ook in 2011 tijdens de Arabische lente en 2 jaar later tijdens de grote onrust in het land. En nu dus weer. Heeft Warabiov er geen spijt van dat hij reizen naar het land is gaan verkopen? In deze situatie, wat is er gebeurd? Были и доходы, которые мы получили в течение этого периода. Er gaan al stemmen op om Egypte gewoon maar te schrappen als bestemming. Plaatsen als de geannexeerde Krim en Sochi, allebei aan de Zwarte Zee en allebei lekker warm in de zomer, staan te trappelen om het stokje over te nemen. Maar voor de winter is dat nauwelijks een alternatief. In Sharm el-Sheikh schijnt vandaag de zon en is het 27 graden. En in Sochi is het overwegend bewolkt en een heel stuk kouder. Ja, 13 graden. Hoeveel was het bij ons, Marco? Een graadje meer. Dus hey. Wat dat betreft hebben wij dan een bevoorrechte positie. Maar dat was alleen wat temperatuur betreft en maar 1 graadje. Het weer werd ook bij ons heel grijs. Af en toe wat lichte motregen. Want de meeste plaatsen was het wel droog. En die lichte motregen op deze foto is gemaakt in het noorden van het land. Nou, de meeste plaatsen dus droog weer, maar wel veel bewolking. De bewolking zien we ook als we naar de satellietfoto kijken. Die trok eigenlijk zo'n beetje van het zuidwesten uit over ons land. En die wolken, daar hebben we voorlopig nog wel mee te maken. Hoort bij lage drukgebieden ten westen van ons. Een groot hoge drukgebied over Frankrijk en de Alpen. Dat blijft daar wel een klein beetje liggen de komende 24 uur. Trekt misschien heel langzaam iets naar het oosten. En zorgt in elk geval voor heel rustig najaarsweer in het Middellandse Zeegebied. Met hoge temperaturen ook van meer dan 20 graden. Eventjes wat rust in Midden-Europa. Wij hebben morgen een droge dag. Ook in Scandinavië. Maar dat lage drukgebied dat blijft toch echt het weer bepalen voor West- en grote delen van Noord-Europa. Dat betekent dus dat het heel wisselvallig blijft. Nou, wisselvallig weer vannacht bij ons valt het wel mee met de neerslag. Want als er wat valt zijn het maar heel kleine hoeveelheden. Temperaturen hoog in de nacht zeker. 11, 12, misschien 13 graden de minimumtemperatuur. Wolken houden wel de overhand en het blijft ook wel waaien. Langs de kust windkracht 5. Die wind neemt dan aan het eind van de nacht en morgenochtend eventjes af. Om morgen later op de dag wel weer wat toe te nemen. Bewolking, in het binnenland heeft het de overhand. Maar in het westen en in het noorden van het land breekt de zon wel af en toe door. En dan hebben we temperaturen van zo'n 14, misschien 15 graden.
Nou, die hoge temperaturen houden we ook de dagen daarna wel vast. Want voor de vrijdag bijvoorbeeld staat 13 graden op het programma. Groot deel van de dag nog droog, later wel wat regen. Zaterdag een graad of 11, buiig, meer wind ook duidelijk. En vooral in de nacht van zaterdag op zondag gaat er veel meer regen vallen. Op sommige plaatsen 20 mm. En ja, het blijft eigenlijk de dagen daarna ook wisselvallig. Zacht, wind speelt een rol en de temperaturen 13 graden. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam verdiende miljoenen door heroïne te produceren voor drugsverslaafden. In de boeken was daar nauwelijks iets van terug te vinden. Meer nieuws in Nieuwsuur, 10 uur, NPO 2. Goedenavond. Hello.